Voorbij gesproken door Willem Zeeuw, meisje is Carlijn Burgers, Julia Kolijnen en Stan van Heusden uit Brakel. Aan de leiding. Als je tolhoek uitziet. Een fantastisch leedje. En vandaag ook alle jongens de zelf. En de zelfste jongen en dus de winnaar vandaag bij de jongens David de Mos. Goed zo! En het winnaar van Lotte Nuvelstrijn uit Wijk en Aalburg. Leuk passage, dat wil zeggen. Ruben Bak die de overwinning gaat pakken. Krijgen we de eerste meisje, Bibiana Suikerbuik. Zij is gaat hier binnenlopen, dat is Jos Broeren. Hier achter van de Roebrugwijk en Aalburg. Hier Adam Coranda Kosteren van Altena Rood, als eerste vrouw. Kjeld van der Bos uit Haringsveld in Giessendam. Hier uit Dokkum. Oké, Els. Hij is geboren in 1936, dus weet je waar je vanuit. De snelste man die hier binnen gaat lopen, dat is de Barbola van Nijmegen. Eerste dame, Janita van der Haven van Plaque. Ton Aaien, Altena Roodreurs. Welkom Ton hier. En dan krijgen we de volgende finishers. Patricia van Luik uit Delft. Dan krijgen we Sita van der Zee, de dame uit Kerkdril. En Jan de Willem, Sylvia Huurter. Welkom Sylvia. Hier is de finish, ja. Dan de tweede man die gaat finishen in de Waddeloosstraat, tweede in de categorie 45, Egbert Hoijkaas. 97 meter, eerste senior die hier binnen gaat lopen. Voormalige topster in Nederland, Melanie Spruit. Dan krijgen we binnenkomen, Henk van der Heuvel, Altena Roodreurs. Met de Egbert Hoijkaas, dat is ook Egbert en Patrick. Krijgen we hier beide dames te kunnen binnenlopen, aangetrokken. Dan zit er onder andere bij Vering. Kijk deze dame de jek uitgetrokken. En kijk eens, toch eromheen met de bloemetjes, hartstikke mooi.